This sermon was uploaded by Grace Community Church in San Antonio, Texas, and our website is www.gccsatx.com, or you can find us on Sermon Audio by going to www.sermonaudio.com/gcc. Let's open up our Bibles again to the book of Colossians. We lezen opnieuw uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Chapter 1. Hoofdstuk 1. And we will read once again 16 through 21. 16 through 22. En we lezen opnieuw Colossenzen 1 vers 16 tot en met 22. You want me to read it again? Yes. Colossenzen 1, vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zienlijken en die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Let's pray. Laten we bidden. Father, you know all things. You know the needs that are here. You know the weakness of this preacher. But Lord, it is in my heart not to look upon men or the needs of men, because they are countless, but to exalt Jesus Christ, knowing that he is able to meet every need of every person in this place. That he is a fountain without limit. That he is the vine that bringeth forth everlasting fruit. That from him flows healing and strength for the nations. I praise you, Father, that you have given him as a sacrifice and made it possible for all men everywhere to come to him, that they might be saved. Oh God, work in this place. Manifest your glory. In so many places, Father, you say that you saved Israel for the sake of your servant David. Save people tonight for the sake of one greater than David. For the sake of the Son of David. The one whom David calls Lord. Father, I ask this in Jesus' name. Amen. Amen. I wanted my brother to read this passage once more. Ik wilde graag dat dit tekstgedeelte opnieuw werd gelezen. Not only because it is music to the ears of the believer. Niet alleen omdat het als muziek klinkt in de oren van de gelovigen. But because we need to hear it. Maar ook omdat we het nodig hebben om dit te horen. We must hear it. En we moeten het horen. We must be reminded of it every day. En we moeten er elke dag weer aan herinnerd worden. That in the mind and plan of God. Dat in het denken en het plan van God. Jesus Christ has preeminence. Dat Jezus Christus de eerste plaats inneemt. Now you are here tonight.
Je bent vanavond hier. And you say to yourself, Christ has not had preeminence in my life. En je zegt vanavond, Christus heeft tot nu toe niet de eerste plaats in mijn leven ingenomen. My life has been filled with self and unbelief. Maar mijn leven is vervuld geweest met zelf en ongeloof. And you say to yourself, is there any hope for me? En je zegt vanavond, misschien is er hoop voor mij. The fact that you ask that question demonstrates that there's great hope for you. En alleen al het feit dat je die vraag stelt laat zien dat er hoop voor je is. When the carnal man hears that Jesus Christ is everything. Als de vleeselijke mens hoort dat Jezus Christus alles is. When he hears that God gives preeminence to his son. Als hij hoort dat God zijn zoon de eerste plaats geeft. When the carnal man hears the gospel of Jesus Christ. Als de vleeselijke mens het evangelie van Jezus Christus hoort. Without the Spirit's help, he hates everything he hears. Zonder de hulp van de Heilige Geest is het geval dat hij alles haat wat hij hoort. He rejects everything he hears. En hij verwerpt alles wat hij hoort. Tonight you may be the greatest sinner in all of Holland. Het kan zijn dat je hier vanavond zit en de grootste zondaar van heel Nederland bent. But if you desire what you are hearing. Maar als je verlangt naar datgene wat je vanavond hoort. If you are saying to yourself, is it for me? Is it for me? Als je vanavond zegt, is het voor mij? Is het voor mij? Then have great assurance that it is for you. Dan mag je er zeker van zijn dat het voor jou is. Come to him. Kom tot hem. Call upon his name. En roep zijn naam aan. Those who do are not disappointed. En zij die zijn naam aanroepen zullen niet beschaamd staan. Those who come to him, he will in no wise cast out. En allen die tot hem komen zal hij op geen enkele wijze afwijzen. In verse 17 we have learned that he is before all things. In vers 17 hebben we geleerd dat hij voor alle dingen is. He is the eternal God. Hij is de eeuwige God. Always throughout eternity having preeminence in the heart of the Father. En door de eeuwigheid heen heeft hij altijd de allereerste plaats ingenomen in het hart van de Vader. And we have heard that all things hold together in him. En we hebben gehoord dat alle dingen samen blijven en hun bestaan hebben in hem. From the entire universe. Het hele universum. To the smallest atom. Tot de kleinste mens. All holds together in him. Alles heeft zijn bestaan in hem. And if your life is not held together. En als jouw leven uit elkaar valt op dit moment. If you see it falling apart all around you. En als je ziet dat alles om je heen uit elkaar valt. Then rejoice. Verheug je. It is God telling you something. Dan is God bezig iets tegen je te zeggen. You need Christ. Dat je Christus nodig hebt. He is working things against you so that you will know that you need Christ. Er gebeuren moeilijke dingen in je leven opdat je zult weten dat je Christus nodig hebt. He does not strike a man simply to strike him. Hij slaat iemand niet met het doel om hem te slaan. But he strikes a man that a man might wake up. Maar hij slaat de mens opdat de mens wakker wordt. And see that you cannot apart from Christ. Zodat je gaat inzien dat je niet kunt leven buiten Christus om. Now it says in verse 18 he is also head of the body of the church. Er staat in vers 18 dat hij ook het hoofd is van het lichaam, de gemeente. And he is the beginning, the firstborn from the dead. En dat hij het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Now notice two things here. Twee dingen moeten we opmerken. God has made him head of the church. God heeft hem gemaakt tot hoofd van de gemeente. And God has made him also the firstborn from the dead. En God heeft hem ook gemaakt de eerstgeborene uit de doden. Now what is the purpose of that? Wat is het doel daarvan? Here we can see God's great desire. Hier kunnen we het grote verlangen van God zien. If you want to know something about God's greatest passion. Als je iets wil weten over de diepste hartstocht van God. Then you will find it in this text. Dan zul je het in dit vers vinden. Because this is what God desires above all things. Want dit is waar God het meest naar verlangt. That his son have first place in everything. Dat zijn zoon de eerste plaats inneemt in alles. That is what God is about. Dat is waar God voor gaat. That is why God is working in the world. En daartoe werkt God in deze wereld. That's the reason for every eternal decree God has ever set. Dat is de reden voor alle beslissingen die God ooit heeft genomen. He thinks about one thing. Hij is maar met één ding bezig. That his son have first place in everything. Dat zijn zoon de eerste plaats inneemt in alles. Do you share those thoughts? Nou, deel jij in die gedachten?
Answer the question in your own mind. Nou, beantwoord die vraag eens voor jezelf. Do you share those thoughts? Heb jij soortgelijke gedachten? You say no. Misschien zeg je, zeg je nee. No, he's not first in my mind. Hij heeft niet de eerste plaats in mijn denken. And I don't care. En het kan me niet schelen. Then know this, you are in a terrible predicament. Dan moet je dit weten, dat je je in een verschrikkelijke toestand bevindt. You are in a dangerous place. Dat je je in een gevaarlijke toestand bevindt. You are fighting against the very eternal plans of God. Dan ga je in tegen het eeuwige plan van God. And you are hating what he desires. En dan haat je datgene waar hij juist een verlangen naar heeft. But know this. En dit moet je ook weten. Hope is here. Er is ook hoop. Maybe you're saying to yourself, I'm convicted of my sin. Misschien zeg je tegen jezelf, ik raak overtuigd van mijn zonde. Christ does not have first place in all my thoughts. Christus neemt niet de eerste plaats in mijn denken. Even when I study scripture. Zelfs als ik in de Bijbel lees. Even when I worship him. Zelfs als ik hem aanbid. Even though I desire it. Zelfs nu ik er naar verlang. Christ does not have first place in all my thoughts. Jezus Christus neemt niet de eerste plaats in mijn denken. If that is what is ringing in your heart. Als dat hetgeen is dat nu in je hart omgaat, then know that there is great hope. Dan mag je weten dat er geweldige hoop is. This is one of the reasons Christ died. Dit is een van de redenen waarom Christus stierf. Because you and I are wayward in our deeds. Omdat wij als mensen afdwalen in onze daden. And we are wayward in our thoughts. En we dwalen af in ons denken. How much we have sinned against him. Hoeveel hebben we niet tegen hem gezondigd? We have thought more about us than him. We hebben veel vaker meer aan onszelf gedacht dan aan hem. But if you recognize this, maar als je dit gaat erkennen, and it breaks your heart, en het breekt je hart, and you see the foolishness of it, en je ziet de verdwaasdheid daarvan in, and you count it as sin, en je beschouwt het zonde, then know this, dan mag je dit weten. Jesus Christ died for such sin. Jezus Christus is voor dergelijke zonde gestorven. Men do not go to heaven because all their thoughts are pure before God. Mensen gaan niet naar de hemel omdat al hun gedachten rein zijn voor God. Men go to heaven because Christ shed his blood. Maar mensen gaan naar de hemel omdat Christus zijn bloed heeft gegeven. And although we are imperfect. En ook al zijn we onvolmaakt. Although we are sinful. En ook al zijn we zondig. In both deed and thought. Zowel in gedachten als in daden. Where sin abounds, grace abounds more. Waar de zonde overvloedig is, is de genade nog meer overvloedig. And his blood is powerful. En zijn bloed is krachtig om alle zonde weg te nemen. Now let's look at verse 18. We kijken naar vers 18. He is the head of the body. Hij is het hoofd des lichaams, de gemeente. First of all, let me speak to the unbeliever. Nou, ik wil spreken tot de ongelovigen. Maybe you have much against what is called the church today. Misschien heb je veel tegen wat de kerk wordt genoemd. Maybe you look at the church and you say to yourself, it is full of hypocrisy and sin. Misschien kijk je naar de kerk en zeg je, de kerk is vervuld van schijnheiligheid en zonde. But so are you. Maar dat ben jij zelf ook. Maybe you say the church has failed you. Misschien zeg je, de kerk heeft in mijn ogen en naar mij toe gefaald. But with these words you condemn yourself. Maar met die woorden veroordeel je ook jezelf. Because you have failed others. Want jij hebt ook gefaald naar anderen toe. And you will be judged with the same judgment you put upon the head of others. En met het oordeel waarmee je anderen oordeelt, zul je zelf geoordeeld worden. But know this. Maar weet dit. Whatever you may have against the church. Wat het ook is dat je tegen de kerk hebt. Whatever you may have against what has been called Christianity. En wat het ook is dat je hebt tegen wat men noemt het christendom. And whatever accusation you can prove. En welke aanklacht je ook zou kunnen bewijzen. Know this. Dit moet je weten. You have no accusation against Christ. Je kunt geen enkele aanklacht indienen tegen Jezus Christus. For he doeth all things well. Want hij doet alle dingen goed. God himself has given testimony.
Want God zelf heeft dit getuigenis gegeven. This is my beloved son in whom I am well pleased. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Before God, he only committed perfect obedience. Voor het aangezicht van God heeft Jezus alleen maar volmaakte gehoorzaamheid getoond. As a man, he walked in all the ways of his God. Als mens zijnde wandelde hij altijd in de wegen van God. Yes, he was like us in every way, but without sin. In alle dingen is hij gelijk geworden als wij, doch zonder te zondigen. None of his promises have ever failed. En geen enkele van zijn beloften is hij niet nagekomen. He has never spoken a lie. Hij heeft nooit een leugen uitgesproken. He is true and faithful. Hij is getrouw en waarachtig. So do not use the sin of others against the Christ. Dus gebruik nooit de zonden van andere mensen tegen Christus. If everybody in the world has done you wrong. Als iedereen in de wereld jou verkeerd heeft behandeld. If the church has failed you in every way. Als de kerk naar jou toe gefaald heeft op elk mogelijke manier. You still have no excuse for not coming to Christ. Heb je nog steeds geen verontschuldiging om niet tot Christus te komen? Because he has never done anything but do what is right to you. Omdat hij nog nooit iets anders heeft gedaan dan goed naar jou toe. He created you. Hij heeft jou gemaakt. Though you do not acknowledge him as creator. Zelfs al erken je hem niet als je schepper. He provides you with every breath. Hij voorziet jou met elke ademtocht van je lichaam. Though you do not wish to live in dependence upon him. Ook al verlang je er niet naar om in afhankelijkheid van hem te leven. He gives you every beat of your heart. Hij geeft je elke hartstocht van je hart, elke hartslag van je hart. Yet you do not want to live for him. En toch wil je niet voor hem leven. No, my friend, you have no accusation against Christ. Het is niet mogelijk om maar ook één aanklacht tegen hem in te dienen. But Christ has great accusation against you. Maar Christus kan een grote aanklacht tegen jou indienen. But take heart, sinner. Maar wees bemoedigd, zondaar. He did not come into this world to condemn the world. Hij is niet naar deze wereld gekomen om jou te veroordelen. He came into this world that you might be saved. Maar hij is naar deze wereld gekomen opdat jij gered zou worden. The gospel is not a message of condemnation. Het evangelie is niet een boodschap van veroordeling. Even for the greatest of sinners. Zelfs niet voor de grootste der zondaren. It is a message of hope. Maar het is een boodschap van hoop. A message of God extending the olive leaf to you. Het is een boodschap waarin de Heere God een olijfblad aan jou aandient. And if the gospel of Jesus Christ becomes condemnation to you. En als het evangelie een boodschap van veroordeling voor jou wordt. It is you who have made it such a message. Dan is het vanwege jezelf dat het zo'n boodschap is geworden. Now for those of you here tonight who are Christian and have assurance of your salvation. Nou voor jullie onder ons die christen zijn en de verzekerdheid van het heil hebben. Notice this. Dit moet je zien. That Christ is the head of the church. Dat Christus het hoofd is van de gemeente. For those of you who are pastors and leaders, know this. Voor predikanten en leiders onder ons. You are not the head of the church. U bent niet het hoofd van de gemeente. Christ is the head of the church. Christus is het hoofd van de gemeente. It is he who is Lord of the church. Hij is heer van de gemeente. And our great task is to go into the word of God and discover his will. En onze taak is om naar het woord van God te gaan en zijn wil te ontdekken. His living, dynamic will. Zijn levende, krachtige wil. And we must go to Christ for life. En we moeten naar Christus gaan voor het leven. I love the confessions. Ik hou van de belijdenisgeschriften. I love the great words of men. Ik hou van die geweldige woorden die mensen hebben geschreven. But only in Christ is there life. Maar alleen in Christus is leven. If your church has more to do with confessions than it does Christ, you are dead. Als het in uw kerk meer draait om de geloofsbelijdenissen dan om Christus, dan bent u dood. And preacher, let me ask you a question. En prediker, mag ik u een vraag stellen? When people come into your church, als mensen naar uw kerk toekomen, are you preaching the confession? Predikt u de geloofsbelijdenis? Or are you preaching Christ? Of predikt u Christus? The living, risen Savior.
de levende, opgestane heiland. You say they're one and the same. U zegt, die twee zijn hetzelfde. They are absolutely not. Maar dat zijn ze niet. The confession works to point to the living one. De belijdenis is geschreven om te wijzen op de levende. The confession may be his footstool, but it is not his throne nor his person. De belijdenis kan zijn voetstoel zijn, maar het is niet zijn troon noch hemzelf. We must have Christ. We hebben Christus nodig. People need Christ. En mensen hebben Christus nodig. You must learn to run to Christ. En u moet leren om tot Christus te vlieden. To feed upon his word. En om u te voeden met zijn woord. To feed upon him. En om u te voeden op hemzelf. An intimate relationship with him. En om een intieme relatie met hem te hebben. Through prayer and communion. Door gebed en omgang met hem. When he says in the book of Matthew chapter 7, depart from me, I never knew you. Als hij in Matthäus 7 zegt, gaat heen van mij, ik heb u nooit gekend. He is speaking about communion. Dan heeft hij het over omgang hebben. The Hebrew idea of the word know is very important. De Hebreeuwse betekenis van het woord kennen is heel belangrijk. To know someone is an intimate term. Om iemand te kennen, dat duidt op een hele intieme relatie. So intimate that it can even refer to a sexual relationship between a man and a woman. Het is zo'n intiem woord dat het ook gebruikt wordt voor de seksuele omgang tussen man en vrouw. On the day of judgment. En op de oordeelsdag. Christ will look to many people. Dan zal Christus naar de mensheid kijken. And even many ministers of the gospel. En daar zullen heel veel dienaren van het woord onder zijn. And say to them, depart from me, I never knew you. En tegen hen zeggen, gaat heen van mij, ik heb u nooit gekend. I was a concept to you. Ik was slechts een idee voor u. I was a creed to you. Ik was een belijdenis voor je. I was a doctrine to you. Ik was een leerstuk voor je. But we did not fellowship together. Maar we hebben geen omgang gehad met elkaar. We did not commune together. We hadden geen gemeenschap samen. We did not walk together. We hebben niet samen gewandeld. There was no personal, intimate relationship. Er was geen persoonlijke, intieme relatie. He is the head of the body. Hij is het hoofd van het lichaam. All the strength of the church flows from him. Alle kracht in de kerk vloeit voort uit hem. If the church is to have any life, it will flow from him. Als de kerk ooit leven heeft, dan komt dat leven van hem. If the church is to have any wisdom, it must flow from him. En als de kerk ooit enige wijsheid heeft, dan komt dat van hem. It would do us well. En het zou ons goed doen. To throw ourselves down on our faces before Christ. Om onszelf op ons aangezicht te werpen voor Christus. And seek him. En om hem te zoeken. When was the last time in a prayer meeting you came together just to seek him? Wanneer is de laatste keer geweest dat u in een gebedssamenkomst bent samengekomen alleen om hem te zoeken? Most people when they think about prayer. De meeste mensen als ze denken aan gebed. The only thing they know is intercession. Het enige waar ze aan denken is voorbeden. They know nothing about communion. Ze weten eigenlijk niets over gemeenschap. They bow their knee to ask and ask and ask. En ze buigen hun knieën om te vragen en te vragen en te vragen. But when was the last time you bowed your knee just to know him? Maar wanneer is de laatste keer geweest dat jij je knieën hebt gebuigd alleen maar om hem te kennen? Just to worship him. Om hem te aanbidden. Just to draw strength from him. En om kracht van hem te ontvangen. To cry out to him for a greater and greater filling of the Holy Spirit. En om naar hem uit te roepen voor een grotere en een vollere vervulling met de Heilige Geest. For a greater and greater manifestation of his life in you. Voor een diepere openbaring van zijn leven in jou. What we see here is not an organization. Wat we hier tegenkomen is niet een organisatie. But an organic living relationship. Maar een organische levende relatie. The believer with Christ. De gelovige met Christus. He is the head of the body. Hij is het hoofd van het lichaam. And he is the firstborn from the dead. En hij is de eerstgeborene uit de doden. I know a great deal about death. Ik weet veel over de dood.
As a young missionary, I lived for many years in a country that was torn apart by war. Als een jonge zendeling heb ik veel jaren in een land geleefd dat verscheurd werd door oorlog. In that time, 23,000 people died. En in die periode zijn 23.000 mensen gedood. Sometimes to get the mail, I would have to walk over a dead body. Soms moest ik over een lijk heen lopen om de post uit de brievenbus te halen. The beauty of man is destroyed by death. De schoonheid van de mens wordt vernietigd door de dood. The hope of all men destroyed by death. En de hoop van de mensen wordt vernietigd door de dood. In my family it has been torn apart by death. Mijn familie is uit elkaar getrokken door de dood. My brother was killed when he was 6 years old. Mijn broeder stierf toen hij 6 jaar oud was. My father died in my arms in the middle of a field. Mijn eigen vader is in mijn eigen armen gestorven midden in het weiland. And a few years ago I preached the funeral of my sister. En een paar jaar geleden heb ik de begrafenis van mijn zus geleid. I know much about death. Ik weet alles over de dood. But death is too strong of an enemy to overcome. De dood is een te grote vijand om te overwinnen. No matter how much you wrestle him. En hoeveel je ook tegen hem strijdt. No matter how much you fight against him. En hoeveel je ook tegen hem worstelt. No matter how much you live in self-denial that he is not going to knock on your door. En hoezeer je jezelf ook verdwaast dat je denkt dat de dood jou niet zal treffen. Know this, that he is coming for you. Je moet dit weten dat de dood ook voor jou komt. And there is nothing you can do about it. En er is niets wat je eraan zult kunnen doen. As David said, there is but a few steps between me and death. Zoals David zei. Er zijn slechts enkele stappen tussen mij en de dood. Within just a few years, some of you will be dead. Tussen nu en een aantal jaren verder zullen sommige van jullie dood zijn. Within 25 years, many more of you will be dead. En over 25 jaar zullen veel meer van ons gestorven zijn. Within 50 years, the great majority of us will be dead. Over 50 jaar zal een meerderheid van ons dood zijn. And with 100 years, not only all of us will be dead, but we will be forgotten. En over 100 jaar zullen we allemaal gestorven zijn en zullen we ook allemaal vergeten zijn. All our hopes will be crushed. En al onze hoop zal dan vervlogen zijn. Every memory of whatever we have done will be erased. En de herinnering aan alles wat we hebben gedaan zal weg zijn. And of all creatures we are most pitiful. En van alle schepselen zijn wij het meest beklagenswaardig. Because not only is death coming for us. Want de dood komt niet alleen. We know it. We zijn ons er ook van bewust. You know it. Je weet het. And you know it. En je weet het. You do everything in your power to push it out of your thoughts. En je doet alles wat er in je macht ligt om het te verdringen. But he's coming for you. Maar de dood komt ook voor jou. Maybe even this evening. Misschien zelfs vanavond. He's coming for your children. En de dood zal ook je kinderen treffen. And there's nothing you can do. En er is niets dat je eraan kan doen. But there is one. Maar er is iemand. Who has faced death head on. Die de dood in het gezicht heeft gekeken. There is one. A mighty warrior. Er is iemand, een machtige held in de strijd. Who went into death's stronghold and defeated him in his strongest place. Die de dood is binnengegaan. Die de burcht van de dood is binnengegaan en daar de dood heeft overwonnen. There is one who has overcome man's greatest enemy. Er is iemand die de grootste vijand van de mens heeft overwonnen. His name is Jesus Christ. Zijn naam is Jezus Christus. And he bore the sins of the world. En hij heeft de zonden van deze wereld gedragen. And he died upon a tree. En hij stierf aan het kruishout. And he paid for the very thing that is the cause of our death. En hij heeft betaald voor datgene wat de oorzaak is van onze dood. And on the third day the Father raised him from the dead. En op de derde dag heeft de Vader hem uit de dood opgewekt. And on the third day the Holy Spirit raised him from the dead. En op de derde dag heeft de Heilige Geest hem uit de dood opgewekt. And on the third day he raised himself from the dead. En op de derde dag is hij zelf uit de dood opgestaan. And now the smallest, weakest believer.
En nu de zwakste en de kleinste gelovige can look death right in the face. Kan in het gezicht van de dood kijken. And say, oh death, where is your victory? En zeggen, dood, waar is uw overwinning? Grave, where is your sting? Graf, waar is uw prikkel? Sin, where is your power? Zonde, waar is je kracht? You who have devoured nations, you will devour no more. Jij die naties hebt overwonnen, zal niet meer overwinnen. You see, the gospel is good news. Het evangelie is goed nieuws. It's great news. Het is groot nieuws. And God is crying out to you about it. En God die roept vanavond tot jou. Did not Paul the apostle himself say, I am pleading with you, but it is though God is pleading with you through me. Zei de apostel Paulus niet, ik doe een beroep op jullie, maar het is alsof God zelf door mij een beroep op jullie doet. Why will you live a life that has no meaning? Waarom zou je een leven leiden zonder betekenis? Why will you live a life that literally is going to fall apart? Waarom zou je een leven leiden dat uiteindelijk uit elkaar zal vallen? Why will you allow yourself to be swallowed up by death? Waarom zul je jezelf toestaan om door de dood overwonnen te worden? Why don't you come to Christ? Waarom kom je niet tot Christus? What is holding you? Wat houdt je tegen? What is this thing that has control of your mind and your heart? Wat heeft beslag gelegd op je verstand en je hart? Come to Christ. Kom tot Christus. You say, oh, it's too good to be true. Je zegt misschien, maar dat is veel te mooi om waar te zijn. But it is true. Maar het is waar. You say, oh, I'm too great a sinner. Je zegt, ik ben een te grote zondaar. You are not greater than the Christ, are you? Maar je bent toch niet groter dan Christus? You do not have more power than his grace, do you? Jij hebt toch niet meer kracht dan zijn genade? Come to him. Kom tot hem. Now look in verse 19. Nou kijk naar vers 19. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Look what is the Father's good pleasure. Hier kunnen we zien wat het welbehagen van de Vader is. That all the fullness of God would dwell in his Son. Dat al de volheid Gods in zijn Zoon zou wonen. We can see again the priority of the Father. Hier zien we opnieuw wat bij God de eerste plaats inneemt. He wants everything for his son. Hij wil alles voor zijn zoon. He's done everything for his son. Hij heeft alles gedaan voor zijn zoon. He's given everything to his hij son. Heeft alles gegeven aan zijn zoon. And he rejoices in it. En daar verheugt hij zich in. One day, en op een dag Christ will come. Zal Christus komen. And all glory will be given to him. En dan zal alle glorie en eer aan hem worden gegeven. All the wealth of the nations will be given to him. En alle rijkdom van de volkeren zal aan hem gegeven worden. Angels and men alike will cry out all glory to him. En engelen en mensen zullen tegelijk uitroepen alle eer aan hem. And the true believer will rejoice in it. En de ware gelovige zal zich daarin verheugen. The true believer rejoices in it now. En de ware gelovige verheugt zich daar nu al in. Not unto us, O Lord, not unto us be the glory. Niet aan ons, o Heere, niet aan ons, zij de eer. But unto Christ and Christ alone maar be the glory. Aan Christus en Christus alleen zij de glorie. But notice this, that the fullness of deity dwells in him. En er staat dat de volheid Gods in hem woont. You should not trust in a lesser being. Je moet je vertrouwen niet stellen op iemand die minder is dan hij. You should not place your faith in a creature. Je moet nooit je geloof bouwen op een schepsel. If Christ is not God in the flesh, he cannot save you. Als Christus niet God in het vlees is, dan kan hij jou niet behouden. Your sin is so horrible. Jouw zonde is zo afgrijzelijk. Your rebellion is so great. En jouw rebellie is zo groot. That no man can make payment for your sin. Dat geen enkel mens die schuld kan afbetalen. No angel in heaven is strong enough to pay for your transgressions. Geen enkele engel in de hemel is sterk genoeg om jouw overtredingen af te betalen. But Christ is the fullness of God. Maar Christus is de volheid Gods.
And being the fullness of God, he is of infinite worth. En omdat hij de volheid Gods is, is hij van oneindige waarde. And he is able. En hij is bij machte. To make the payment that must be made. Om de prijs te betalen die betaald moet worden. I love telling this story. Ik hou heel erg van dit verhaal. I was speaking in a university one evening. Ik sprak op een avond op een universiteit. And a young man who didn't like what I was saying stood up in the middle of the audience. En er was een jonge man en die vond niet zo leuk wat ik allemaal zei en die stond op. And he said, I have a question for you, preacher. En hij zei, ik heb een vraag voor u, meneer, de prediker. There's something about the gospel that I just don't think is right. Er is iets in dat evangelie waarvan ik denk dat het niet juist is. He said, how can just one man? Hij zei, hoe is het nou mogelijk dat één mens suffer for a short time on a cross? Een korte tijd aan het kruis lijdt. And pay for the sins of a multitude of men. En daarmee de zonde van een hele grote schare mensen kan afbetalen. And save them from an eternity in hell. En hen kan behouden van de eeuwigheid in de hel. How can he do that? Hoe is dat nou mogelijk? And I said, oh young man, thank you for that question. En ik zei tegen hem, jongeman, dank je wel voor deze vraag. That one man, Jesus, could suffer a few short hours on that tree. Die ene mens, Jezus, kon enkele uren lijden aan het kruis. And save a multitude of men from an eternity in hell. En een hele schare mensen behouden van de eeuwigheid in de hel. Because he is worth more than all of them put together. Omdat hij meer waard is dan al die mensen bij elkaar. Imagine that you have a huge scale here in front of you. Stel je voor dat je een enorme weegschaal voor je hebt. And you put everything that has ever been on this side of the scale. En alles dat ooit geworden is, dat doe je aan de ene kant van de weegschaal. Every planet that's ever been made. Elke planeet die ooit is geschapen. Every star. En elke ster. Every grain of sand. En elke zandkorrel. Every creature. En elk schepsel. Angelic and human and animal. Engelen, mensen, dieren. Take everything that's ever been made and put it on this side of the scale. Neem alles dat ooit is geschapen en doe dat aan de ene kant van de weegschaal. And put Jesus on the other side. En dan plaats je Jezus aan de andere kant. And he outweighs them all. En hij is veel en veel zwaarder dan dat alles. You see, when the theologian says that Christ offered a perfect sacrifice. Als theologen zeggen dat Jezus een volmaakt offer heeft gebracht. He doesn't just mean that it was a sacrifice without blemish or without sin. Dan bedoelt de theoloog niet alleen dat het een offer was zonder enige vlek of zonder enige zonde. He also means it was a sacrifice of infinite worth. Maar hij bedoelt daar ook mee dat het een offer was van oneindige waarde. You say, can he save me? U zegt misschien, kan hij mij behouden? Yes, he can. Ja, dat kan hij. Will he save me? Is hij bereid om mij te behouden? What did he say? Wat heeft hij daar zelf over gezegd? But others have told me. Maar anderen hebben mij gezegd. I don't care what others have told you. Het kan me niet schelen wat anderen u hebben gezegd. What did he say? Wat heeft hij zelf gezegd? Come unto me. Kom tot mij. And I will in no wise cast out. En ik zal je op geen wijze afwijzen. You say, but my repentance is so small. En u zegt misschien, maar mijn berouw is zo klein. It's not the greatness of your repentance that saves. Maar het is niet de kwaliteit van je bekering waardoor je behouden wordt. You say, my faith is so little. U zegt misschien, mijn geloof is zo klein. It's not the greatness of your faith that redeems you. Maar het is niet de grootheid van jouw geloof waardoor je wordt verlost. It is the power of Christ. Maar het is de macht van Christus. Do you have strength enough to simply give up? Heb jij genoeg kracht om gewoon op te geven? Do you have strength enough to simply fall on Christ? Heb jij kracht genoeg om je slechts te laten vallen op Christus? Then cease your striving. Stop dan met strijden. And fall on Christ. En laat jezelf vallen op Christus. He is mighty to save. Hij is bij machten om jou te behouden. Oh, you're an American preacher and you're preaching superficial Christianity. Oh, u bent een Amerikaanse prediker en u predikt een oppervlakkig christendom. Not at all. Dat is niet waar. For I'll tell you this. Want dit zal ik je zeggen. The evidence that you have fallen on him. Het bewijs dat je je op hem hebt laten vallen. And that he has saved you.
En dat Hij je heeft behouden. Is that He will become a greater and greater reality in your life. Is dat Hij meer en meer werkelijkheid wordt in jouw leven. And that He will begin to work in you. En dat Hij een werk in je zal beginnen. And you say, oh, that you must not be talking about me. En dan zegt u, ja, maar we moeten het toch niet over onszelf hebben. Because I have professed faith in Christ and yet I so struggle with sin. Want ik heb mijn geloof in Christus beleden, maar ik worstel nog zo met zonde. Oh, it is the struggle with sin that is evidence that He has done something. Maar het is juist die worsteling met de zonde die ook het bewijs levert dat Hij iets in je leven heeft gedaan. That He is working with you. En dat Hij met je bezig is. For the Christian life is sometimes three steps forward and two steps back. Want het christelijke leven is vaak drie stappen vooruit en weer twee stappen terug. But He who called you is faithful. Maar die jou heeft geroepen, Hij is getrouw. And He who began a good work in you will finish it. En Hij die een goed werk in je is begonnen, zal het voltooien. He is a mighty Savior. Hij is een machtige Heiland. Now look in verse 20. We kijken naar vers 20. Oh, what a mighty Savior we have. En wat een machtige Heiland dienen wij. And through Him to reconcile all things to Himself. Verse 20. Dat door Hem alle dingen, dat de Heere God door Hem alle dingen met zichzelf verzoent. Having made peace through the blood of His cross. Vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Through Him I say whether things on earth or things in heaven. Het zij dingen die op de aarde, het zij dingen die in de hemelen zijn. By His death on that tree. Door zijn sterven aan het kruishout. He not only paid for the sins of sinners. Heeft Hij niet alleen betaald voor de zonden van zondaars. But His death even goes farther. Maar zijn dood reikt nog verder. There is a real sense that with the fall of Satan and the fall of Adam. Nou, met de val van de Satan en met de val van Adam. That the entire universe was thrown into chaos. Daardoor is het hele universum in chaos terechtgekomen. The entire universe was undone through this deed. En het hele universum is uit zijn voegen geraakt door deze daad. But Christ and His death on the cross has brought reconciliation for all things. En Christus heeft door zijn sterven aan het kruis verzoening gebracht voor alle dingen. You ask, is the cross of Jesus Christ strong enough to reconcile me to God? U vraagt zich misschien af, is het kruis van Christus sterk genoeg om mij met God te verzoenen? Is it strong enough to end the chaos in my life? Is het sterk genoeg om een einde te maken aan de chaos in mijn leven? It is strong enough to end the chaos throughout the entire universe. Het is sterk genoeg om een einde te maken aan de chaos in het hele universum. Not only the things on earth, but also the things in heaven. Niet alleen de dingen die op de aarde zijn, maar ook de dingen die in de hemelen zijn. Why do you doubt? Waarom twijfel je? Why do you think he's not able? Waarom denk je dat hij niet in staat is? Who told you he's not willing? Wie heeft je gezegd dat hij niet gewillig is? He says in verse 21, and although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds. En dan zegt hij in vers 21 dat u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken. This is ugly, isn't it? Dat klinkt heel lelijk. Dat is heel lelijk. And it is especially ugly because it is talking about you. En het is in het bijzonder lelijk omdat het gaat over jou. Do not sit there all day and say, I deserve to go to hell, I deserve to go to hell, I deserve to go to hell. Je moet niet de hele dag blijven zitten en zeggen, ik verdien om naar de hel te gaan, ik verdien om naar de hel te gaan, ik verdien om naar de hel te gaan. All of heaven and earth is in agreement with you. Hemel en aarde zijn het daarmee eens. You do deserve to go to hell. Je verdient het inderdaad om naar de hel te gaan. And so do I. En ik ook. It's true. En dat is waar. But that is not the gospel. Maar dat is niet het evangelie. It is the beginning of the gospel. Het is het begin van het evangelie. God speaking hard words to you. Als God harde woorden tot jou spreekt. Is not just so he might make you feel even worse and then condemn you.
is niet opdat jij je nog slechter over jezelf gaat voelen en dat hij je dan veroordeelt. God speaks the truth to you. Maar God spreekt de waarheid tegen jou. So that you might see the truth about you. Opdat je de waarheid aangaande jezelf gaat inzien. And turn from your sin. En je afkeert van je zonde. And throw yourself upon his mercy. En jezelf werpt op zijn genade. Throw yourself upon him. Werp jezelf op hem. You say, oh, I have not the strength to even throw myself. En dan zeg je misschien, ja, maar ik heb helemaal niet de kracht om mezelf op hem te werpen. Then do you have the strength to fall? Heb je de kracht om jezelf te laten vallen? And to fall upon Christ. En om te vallen op Christus. And look what he says in verse 22. What is he able to do to the greatest of sinners? En laten we kijken naar wat er staat in vers 22. Wat is hij in staat te doen aan tot de grootste zondaar? He is able to reconcile the greatest of sinners to a holy God. Hij is bij machte om zelfs de grootste zondaar te verzoenen met de Heere God. And how does he do that? Hoe doet hij dat? Through his death. Door zijn dood. Through his death. Door zijn dood. What a price was paid. Welk een prijs is betaald? What is this thing that has been done for you? Wat is er voor jou gedaan? That God would become a man? Dat God een mens zou worden? And according to an eternal plan that he would go to a cross? En overeenkomstig een eeuwig plan van God dat hij naar het kruis zou gaan. And that he would carry your guilt upon himself. En dat hij jouw schuld op zichzelf zou nemen. That the Son of God would be abandoned, forsaken of the Father. Dat de Zoon van God verlaten en in de steek gelaten zou zijn door de Vader. That he would be crushed under the Father's wrath. Dat hij verbrijzeld zou worden onder de toren van God. The very wrath that should crush you throughout all eternity. Dezelfde toren die eigenlijk jou voor eeuwig zou moeten verbrijzelen. And that he should die under a curse. En dat hij stierf onder de vloek. And in dying that he should pay for the penalty of your sin. En dat hij in dat sterven jou de schuld van jouw zonde zou afbetalen. For those of you who know that you are not in Christ. Voor degene onder jullie die weten dat je niet in Christus bent. Look what has been done. Zie vanavond op wat er is gedaan. Look at the provision that has been made. Zie op datgene waarin God heeft voorzien. Come to him. En kom tot hem. And for those of you who are Christian. En voor degene onder jullie die christen zijn. Let me ask you a question. Mag ik je deze vraag stellen? What is your motivation for the Christian life? Wat is jouw motivatie voor het leven als christen? What is your motivation for obedience? Wat is jouw motivatie om gehoorzaam te zijn? Why do you go to church? Waarom ga je naar de kerk? Why do you read your Bible? Waarom lees je in je Bijbel? Why do you seek to obey God? En waarom zoek je ernaar om God gehoorzaam te zijn? I'll tell you what should be your motivation. Nou, ik zal je vertellen wat je motivatie behoort te zijn. Jesus Christ shed his blood for my soul. Jezus Christus heeft zijn eigen bloed laten vloeien voor mijn ziel. If you do it for any other reason, it is idolatry. Als je het om een andere reden doet, dan is het afgoderij. You hear preachers saying, "Come to Jesus because he can fix your life." En je hoort predikers zeggen, "Kom tot Jezus want hij kan je leven weer in orde maken." Well, he can fix your life. Oh, hij kan je leven weer op and you in may orde come maken. To him at first for that reason. En het kan zijn dat je in eerste instantie om die reden tot hem komt. But if you are truly converted, maar als je echt bekeerd bent, eventually you will see a greater reason for coming to Christ. Dan zul je vroeg of laat een veel grotere reden ontdekken voor het komen tot Christus. He died for me. Hij stierf voor mij. Why do we seek to obey the law of God? Waarom streven we ernaar om Gods wet te gehoorzamen? Is it because we desire to be moral? Is dat omdat we graag morele, verantwoordelijke mensen zijn? Is it because we want to be good people? Is dat omdat we goede mensen willen zijn? Is it because it will go well with us? Is het omdat we hopen dat het goed met ons zal gaan? No. Nee. We obey God for this reason. Maar wij gehoorzamen God om deze reden. He shed his own blood for our soul. Hij heeft zijn bloed laten vloeien
voor onze eigen ziel. Everything for him. Alles voor hem. Everything for him. Alles voor hem. Absolutely everything for him. Absoluut alles voor hem. You must have a rational reason or purpose for what you do. Je moet een reden hebben voor alles wat je doet. Everything you do, you are to do for him. En alles wat je doet, behoor je te doen voor hem. I desire to love my wife. Nou, ik heb een verlangen om mijn vrouw lief te hebben. And she is a motive for that. En zij zelf zet mij daar ook toe aan. But she is not the greatest motive. Maar zij is niet de grootste motivatie. I desire to love my wife for him. Maar ik verlang ernaar om van mijn vrouw te houden voor hem. I desire to raise my children in godliness for him. Ik verlang ernaar om mijn kinderen een godsvrezende en godvruchtige opvoeding te geven voor hem. I do not want to lie because of him. Ik wil niet liegen vanwege hem. He is the reason for everything we should do. Hij is de reden voor alles wat we doen. For he is certainly the reason for everything the Father does. Want hij is de reden voor alles wat de Vader doet. Christianity is not the same as morality. Het christelijke leven bestaat niet uit je aan de regels houden. Now Christianity does have commands. Nou, in het christendom zijn geboden. And we are to be a biblically moral people. En wij behoren bijbelse mensen te zijn die zich aan de geboden houden. But obedience and morality are not an end in themselves. Maar moraliteit en je aan de regels houden zijn niet een doel op zich. We do these things for him. Maar we doen dat allemaal voor hem. For his good pleasure. Om hem te behagen. Some of you have children who could care less about the things of God. Sommige van jullie hebben kinderen die niets geven om de dingen van God. And although their sin is their own. En ook al is hun zonde hun eigen schuld. And they cannot blame you for their own rebellion. En zij kunnen u niet de schuld geven voor hun eigen opstandigheid. Were they raised thinking? I have a question for you. Were they raised thinking that you ought to go to church because it's the right thing to do? Ik heb een vraag voor u. Zijn ze opgevoed met die gedachte dat ze naar de kerk behoren te gaan omdat alles wat wij doen, dat wij dat behoren te doen voor hem? Did they see parents who were only in Christianity because it was the right thing to do? Oh, sorry. Zagen zij ouders die het christelijke leven leiden alleen maar omdat dat het juiste is om te doen? Or did they see parents going to church because they were passionate about Jesus Christ? Of hebben ze ouders gezien die naar de kerk gingen omdat ze met een hartstochtelijke liefde van Jezus hielden? Morality without Christ. Moraliteit zonder Christus is nothing more than the work of a Pharisee. Is niets anders dan het werk van een fariseer. And doing anything for morality's sake. En om dingen te doen alleen maar om het juiste te doen. Or for the sake of tradition. Of omdat het de traditie is. Is idolatry. Is afgoderij. Everything we are to do, we are to do for him. En alles wat wij doen, behoren wij te doen voor hem. I use an illustration sometimes, and maybe it's a bit common, but I think it will work here. Ik gebruik wel eens een bepaalde gelijkenis. When I get home on Saturday, als ik aanstaande zaterdag naar huis ga, and I walk up to my front door, en ik kom bij mijn voordeur, and my wife comes out that door, en mijn vrouw die doet de deur open, the first thing I'm going to do is kiss my wife. Het eerste wat ik zaterdag zal doen is mijn vrouw een zoen geven. Now if she were to ask me, honey, what is the reason for what you have done? Stel je voor dat zij mij de vraag stelt, lieverd, wat is nou de reden dat je dit hebt gedaan? And I reach in my back pocket. En ik pak uit mijn broekzak. And I pull out the good husband manual. Een handboek voor het zijn van een goede echtgenoot. And I say, honey. En ik zeg, liefje. I have kissed you. Ik heb je een zoen gegeven. Because on page 32. Omdat op pagina 32. It says that when I come home. Daar staat dat wanneer ik thuis kom. I am supposed to kiss you. Behoor ik jou een zoen te geven. My wife is Latin.
mijn vrouw komt uit Latijns-Amerika. She is going to take that good husband manual. En dan zal ze dat handboek om een goede echtgenoot te zijn nemen. And she is going to feed it to me. En ze zal het me laten opeten. I do not want you kissing me because it's the right thing to do. Ik weiger toe te staan dat je mij een zoen geeft omdat dat het juiste is om te doen. I want you kissing me because you are passionate about me. Maar ik wil graag dat je me een zoen geeft omdat je heel diep van mij houdt. Because you love me. Omdat je van mij houdt. Because you are driven to do it. Omdat je je gedreven voelt om dat te doen. By everything in you. Met alles dat in je is. That is the goal of the Christian life. Dat is het doel van het christelijke leven. We have a saying in the United States, you can cross every T. In de Verenigde Staten zeggen wij, je kunt het teken juist maken. You can dot every I. En je kunt de puntjes op de I zetten. Of the law of God. Ten aanzien van de liefde van God. But if your heart is not right. Sorry? Oh, over de wet van de Heere God. Oké. Okay. The law you can, or the love? The law. De wet van de Heere God. You can cross every T. Je kunt het allemaal op de juiste wijze beschrijven en noemen. You can dot every I. En je kunt ten aanzien van de wet de puntjes op de I zetten. Of the law of God. Ten aanzien van de wet. You can obey it all. Het kan zijn dat je ze allemaal onderhoudt, al die geboden. But if your heart is not filled with passion for Christ. Maar als je hart niet vervuld is met liefde voor Christus. You've accomplished nothing. Dan heb je nog niets bereikt. Now look at verse 22, the end. Nou, tot slot kijken we naar vers 22. That he reconciled us in order to present us before him holy and blameless and beyond reproach. Hij heeft ons verzoend, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich zou stellen. Christen. Those of you who trust in Christ. Degene onder jullie die vertrouwen op Christus. Have assurance of what he's done for you. En zeker zijn ten aanzien van wat hij voor je heeft gedaan. Do you have any idea who you are in Jesus Christ? Ben je ervan bewust wie jij bent in Jezus Christus? Do you have any idea what you are in Jesus Christ? Ben je ervan bewust wie je mag zijn in Jezus Christus? Well, let me just share one verse with you. Nou, ik wil één vers met je delen. God made him who knew no sin to become sin. God heeft hem die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt. That we might become the righteousness of God in Christ. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Christus. It seems almost too good to be true. En het lijkt alsof dat te goed is om waar te zijn. The moment that a man places saving faith in Jesus Christ, he is justified. Op het moment dat iemand zijn vertrouwen stelt op Jezus Christus, wordt hij gerechtvaardigd. That means more than forgiven. Dat betekent meer dan dat hij of zij dan vergeven is. It means more than just neutral. Dat betekent meer dan dat je dan neutraal bent. All our sins have been forgiven by virtue of the cross of Christ. Al onze zonden zijn vergeven vanwege het kruis van Christus. But know this. Maar dit moeten we ook weten. Christ lived a perfect life on this earth. Jezus heeft een volmaakt leven geleid hier op aarde. He always heard from the Father, "You are my beloved Son in whom I am well pleased." Hij heeft de Vader altijd van hem horen getuigen. Gij zijt mijn geliefde Zoon in wie ik mij welbehagen heb. The moment you trusted in Christ. En op het moment dat je tot reddend geloof in Christus bent gekomen. You were forgiven of your sin. Werden al je zonden je kwijtgescholden. But you were also clothed in that righteous life that Christ lived. Maar werd je ook bekleed met dat volmaakte leven, die volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus. On the cross. Aan het kruis. Your sin was imputed to Christ. Werd jouw zonde hem toegerekend.
And he died in your place. En daarom stierf hij namens jou, in jouw plaats. But the moment you believed in Christ, maar op het moment dat je tot geloof in Christus kwam, his righteous life was imputed to you. Werd zijn rechtvaardige leven aan jou toegerekend. And that is the only reason there can be reconciliation. En dat is de enige reden waarom verzoening met God mogelijk is. Because in Christ God sees you as the righteousness of God. Want in Christus ziet God jou als zijnde zijn eigen gerechtigheid. Let me just end with an example. Ik wil afsluiten met een voorbeeld. Do you remember Jacob gave Joseph a coat of many colors? Weet je nog dat Jacob aan zijn zoon Jozef een mantel gaf met heel veel kleuren? But Joseph would not share it with his brothers. Maar Jozef die wilde dat niet delen met zijn broers. And they hated him for it. En daarom haatten ze hem. He was the favorite of the father. Hij was zijn vaders lieveling. But we have a savior who is greater than Joseph. Maar wij hebben een redder die veel groter is dan Jozef. Who bears a coat of righteousness. Die de mantel der gerechtigheid draagt. And he has shared that coat of righteousness with every one of his brothers. En hij deelt die mantel der gerechtigheid met al zijn broeders en zusters. If you have trusted in Christ, als jij tot geloof in Christus bent gekomen, he has clothed you with himself. Dan heeft hij jou omkleed met zichzelf. So that now the apostle Paul can say you are the righteousness of God in Christ. En daarom kan de apostel Paulus dit schrijven dat je bent geworden gerechtigheid Gods in Christus. You are a child of God. Dan ben je een kind van God. You are called a saint. En dan word je een heilige genoemd. You are a new creature. Dan ben je een nieuwe schepping. You have been recreated in the image of God in true righteousness and true holiness. Dan ben je herschapen naar het beeld van God in ware gerechtigheid en heiligheid. One of the greatest needs you have. Een van de grootste behoeften die jij hebt is to discover who you are in Jesus Christ. Is om erachter te komen wie jij bent in Jezus Christus. And the hardest thing you're ever going to have to do as a believer. En het moeilijkste dat je ooit zult moeten doen als gelovige. The most difficult task the believer has on this earth. De moeilijkste opdracht die de gelovige heeft hier op aarde is to believe that God loves them as much as he says he does. Is om te geloven dat God net zoveel van hen houdt als dat hij zelf zegt. Now that is a pretty good thing. En dat is iets heel goeds. Think about it. Denk daar eens over na. In Christ you are loved. In Christus ben je geliefd. It is an immutable love. Dat is een onveranderlijke liefde. An eternal love. Een eeuwige liefde. An unconditional love. Een onvoorwaardelijke liefde. You are loved when you are praying and fasting. God houdt van je als je aan het bidden en vasten bent. And you are loved even when you sin. En God houdt van je als je zondigt. Now someone will say this. En dan zal iemand zeggen: do not tell believers such things. Dat soort dingen moet je niet tegen gelovigen zeggen. Because if they believe that the love of God is so great. Want als zij geloven dat Gods liefde zo overweldigend is, then they'll give themselves to worldliness and sin. Dan zullen ze zichzelf overgeven aan wereldgelijkvormigheid en zonde. And they will not walk in the fear of the Lord. En dan zullen ze niet wandelen in de vrezen des Heren. Isn't that the same accusation made against the apostle Paul in chapter 5 of Romans? Is dat niet dezelfde beschuldiging die de apostel Paulus over zich heen kreeg? Zoals we lezen in Romeinen 5. Listen to this. Maar luister hiernaar. When a carnal, lost church person hears about the unconditional love of God. Wanneer een vleeselijk, verloren iemand die wel naar de kerk gaat, hoort over de onvoorwaardelijke liefde van God. He will say, then let us sin. Dan zal zijn reactie zijn: that grace may abound. Dan kunnen we erop losleven, opdat de genade toenemen. But when the true Christian,
Maar wanneer de ware christen hears about the unconditional love of God, hoort over de onvoorwaardelijke liefde van God, their heart is filled with joy. Dan wordt hun hart vervuld met vreugde. And they say to themselves, en dan zeggen ze tegen zichzelf, let us love him. Laten we hem lief hebben. Let us serve him. En laten we hem dienen. If his love is this great, als zijn liefde zo groot is, then let us live for him. Laten we dan leven voor hem. I'm going to give you a parable of two women. Er waren twee vrouwen. Both of them served their husbands day and night. Allebei deze vrouwen dienen hun echtgenoot dag en nacht. They work 24 hours a day for their husbands. 24 uur lang zetten ze zich in voor hun mannen. Cooking and cleaning and doing everything their husband desires. Koken en schoonmaken en alles doen wat hun echtgenoot van hen vraagt. But one of the women is tired, wore out, frail and frightened and worried. Maar één van die vrouwen is vol van zorgen, ziet er uitgeleefd uit en is buitengewoon vermoeid. But the other woman is full of joy unspeakable. Maar de andere vrouw die kent een hele grote vreugde. What is the difference between the two women? Wat is het verschil tussen deze twee vrouwen? The woman that is burdened and wore out. De vrouw die onder lasten gebukt gaat en die helemaal uitgeput is. The woman who has no joy. De vrouw die geen vreugde kent. Is the woman who works so that her husband will love her. Deze vrouw werkt opdat haar man van haar zal houden. But the woman with joy. Maar de vrouw die vervuld is van vreugde. Whose life is filled with joy. Wiens leven vervuld is van vreugde. She serves her husband. Zij dient haar man. Because he does love her. Omdat hij van haar houdt. No matter what. Hoe goed of hoe slecht ze het ook doet. One is a slave to conditional love. De een is een slaaf van voorwaardelijke liefde. And the other has been set free in unconditional love. En de ander is vrijgezet vanwege onvoorwaardelijke liefde. That is the Christian life. En dat is het christelijke leven. And that is why it is joy unspeakable. En daarom is het een onuitsprekelijke vreugde. To know that you're loved. Te weten dat je geliefd bent. To look at the word of God. Om het woord Gods te lezen. To see your failures. En om erachter te komen dat je gefaald hebt. To hear your own heart condemn you sometimes. En je zult erachter komen dat je eigen hart je soms veroordeelt. And yet know that you are loved. En nochtans te weten dat je geliefd bent. And that love is based upon the perfect virtue and merit of Jesus Christ. En dat deze liefde gebaseerd is op de volmaakte verdiensten en de goedheid van Jezus Christus. Christian, walk in the freedom that Christ has won for you. Wandel in de vrijheid die Christus voor je heeft bewerkstelligd. Rejoice. Verheug je. Those of you who are not Christian. Voor degene onder ons die geen christen zijn. Why do you wait? Waarom zou je nog langer uitstellen? Who told you to fold your hands and wait? Wie heeft je gezegd om je armen over elkaar te doen en af te wachten? Come unto Jesus. Kom tot Jezus. All you who are weary and heavy laden, and he will give you rest. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. You say, oh, I long to have peace. Misschien zeg je vanavond, ik verlang zo naar vrede. I long to have assurance. En ik verlang zo naar heilszekerheid. Assurance is the birthright of the child of God. Verzekerdheid is het geboorterecht van het kind van God. You say, what must I do? En dan zeg je dan, wat moet ik dan doen? Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Here is what we will do today. En dit is wat we willen doen. If you have any questions about salvation. Als je vragen hebt ten aanzien van de behoudenis. If your heart is troubled. Als je hart onrustig is. If you need to talk to somebody tonight,
Als het nodig is dat je met iemand praat vanavond. If you want to seek this glorious salvation of which I am speaking. Als je deze heerlijke behoudenis waar ik vanavond over gesproken heb, als je daarnaar wilt zoeken. Then we will do here tonight what we have done every night this last 10 days. Dan zullen we hier vanavond doen wat we de afgelopen dagen overal hebben gedaan. We will stay here with you all night. Dan zullen we hier blijven om nazorg te geven. We will greet the sun together tomorrow morning. En we zullen de zon morgenochtend zien opkomen. Don't leave here without Christ. Maar ga hier niet vandaan zonder Christus. Don't leave here without assurance. En ga hier niet vandaan zonder heilszekerheid. There will be several men and women here tonight, and we're here to minister. En er zullen mensen aanwezig zijn die bereid zijn om jou te helpen vanavond. The ministry does not end with this sermon. De bediening stopt niet met deze prediking. In the true pastor, ministry never ends with the sermon. Bij de ware predikant eindigt het werk niet bij het einde van de preek. It begins when the sermon ends. Maar het begint als de preek voorbij is. Let's pray. Laten we bidden. Father, I pray that you would do what no man can do. In the simplicity of the gospel and the power of the Holy Spirit, do what no man can do. In Jesus' name, amen.